Veel vrouwen, vast ook mannen, hebben last van straatintimidatie. Zo blijkt uit gisteren gepresenteerde cijfers van het CBS. Aan de telefoon hebben we Hanneke Steen, fractievoorzitter van het CDA in Hengelo. De partij, op 9 februari dient die partij tijdens de raadsvergadering een motie in om straatintimidatie op de agenda te zetten. Hanneke Steen aan de lijn, klopt dat? Jazeker, dat klopt. Hi. Goedemiddag. Mogen wij tutoyeren? Ja, heel graag. Nou, dan doen we dat. Veel vrouwen en mannen last van straatintimidatie is natuurlijk niet zoveel nieuws. Maar waarom deze motie op dit moment? Nou, weet je, deze cijfers kwamen naar buiten en bevestigen eigenlijk wat we eigenlijk allemaal wel weten. Hè, dat het veel vaker voorkomt dan we denken. Mm-hmm. En we merken ook dat het gesprek erover gaat. En volgens mij, bij mij was er zoiets van, weet je, het is genoeg. We moeten hier ook als gemeente laten zien dat we dit niet oké vinden. En als je zegt het niet oké vinden, waar hebben we het dan eigenlijk over precies? Ja, straatintimidatie, intimidatie of grensoverschrijdend gedrag. Ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Dat kan gaan van nafluiten, nasissen, klakken, maar ook achtervolgen, uitschelden. Ja, van alles en nog wat. Ja, precies. Hey, het is nu heel erg het nieuws en we leven in verkiezingstijd. Dan laat je al snel de verdenking op je van dat het is ook een beetje verkiezingsthema nu, toch? Of niet? Nou, heel eerlijk gezegd komt het woord straatintimidatie niet in ons verkiezingsprogramma voor. Nee, maar het leeft wel in de maatschappij. Het leeft zeker in de maatschappij. En ik vind, ja, weet je bent 4 jaar raadslid en niet 3 jaar en 11 maanden en vervolgens lijsttrekker of iets dergelijks. Mm-hmm. Dit is gewoon een serieus probleem, ja. Dat serieus aandacht verdient. Volgens mij is iedereen dat met je eens. Hey, zit daar. Volgens mij ben jij gekomen met deze motie. Klopt dat? Andere partijen die meedoen of niet? Ja, er zijn ook wel partijen die hebben gezegd mee te willen doen. Ja. En dat is natuurlijk top, want ik vind dat we eigenlijk zo breed mogelijk moeten uitspreken. Dat we ons best willen doen als gemeente om hier iets tegen te doen. Ja. Hey, Hanneke, nou ben jij vrouw, hè? Dat impliceert je naam en ik hoor het ook aan je stemgeluid. Ja. En dat bedoel ik helemaal niet, maar. Zit hier ook een persoonlijke van, ja, dit is iets waar ik me gewoon echt hard voor wil maken. Ik wil dat vrouwen een betere plek in onze maatschappij krijgen. Zit dat erachter bij jou ook of niet? Nou ja, weet je, ik vind wel dat, ik denk dat we het allemaal kennen. Ik heb het zelf ook wel meegemaakt. Ik ben niet zwaar getraumatiseerd hoor. Maar ik denk wel dat we het allemaal kennen. Mm-hmm. Op een of andere manier. En we weten ook, hè, en zeker, je ziet nu natuurlijk in de afgelopen weken ook, zeg maar, de gevolgen van het echte seksuele grensoverschrijdende gedrag. Ja. En wat dat heeft losgemaakt in de samenleving. Dus je ziet dat het kan heel klein beginnen. En het kan met een heel groot effect eindigen. En dan denk ik, laten we alsjeblieft bij de bron beginnen. En ja, als ik als vrouw daartegen op kan staan en zeggen, en nu is het klaar, dan neem ik die rol graag op me. Ja, snap ik. Ik voel me, want ik denk dat we het allemaal met je eens zijn. Weet je, we willen graag in een wereld leven waarin iedereen, wie je ook bent, welk geslacht, welke kleur, doet er niet toe, met respect bejegend wordt. Hè? Dat is wat we heel graag willen. Maar kan je dit, hoe gauw moet je dit regelen, joh? Dat is zo'n complexe vraag. Ja. Heb je daar concrete beelden bij ook? Nou, weet je, volgens mij, je kunt 100 antwoorden geven op die vraag. Mm-hmm. Gaan we dit regelen met een motie? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat snap ik. Maar zitten er concrete elementen in de motie die misschien ook een college of bestuurders, beleidsmakers helpen om te zeggen van, nou ja, misschien moeten we dan dit gaan doen bij ons in de stad. Ja. Of op deze plek iets gaan doen of zo. Zijn er plekken waar je, nou ja, dat soort vragen? Dat soort vragen. Nou, we zeggen in ieder geval, maak alsjeblieft iets van een plan van de aanpak en kijk goed bij de instanties die er zijn. Want er zijn natuurlijk al best wel veel overleggen in alle veiligheidsketens. En ga kijken, waar moet dit nou beginnen? Mm-hmm. En hoe kunnen we dat doen? Dus maak een plan van aanpak. Mm-hmm. En we zien bijvoorbeeld in de gemeente Rotterdam, en dat is natuurlijk een hele andere gemeente dan Hengelo, dus die hebben daar misschien net even iets meer middelen voor. Of die zitten misschien net even iets anders in de wedstrijd. Maar het soort aanpak, kijk eens even heel goed. Nou, welke meldingen krijgen we nu eigenlijk? Welke vragen moeten we stellen? Mm-hmm. Bij welke instanties moeten we naar scholen? Want dan zijn ze ook naar scholen gegaan bijvoorbeeld. Enschede heeft een hele mooie campagne gedaan. Ben je oké? Ergens volgens mij vorig jaar zomer. Mm-hmm. Dat werkt voor Enschede goed. En wij zeggen, ga nou gewoon eens met die instanties kijken. Kijk wat voor Hengelo kan werken. Wat voor onze cultuur ook een beetje werkt, zeg maar. Ja. En ga daar gewoon mee aan de slag. En dit is een begin.
En hiermee zeggen wij als gemeente eigenlijk van dit accepteren we niet. In ieder geval het moet ergens beginnen. Ja, snap ik. En ja, gaan we dit binnen een jaar oplossen? Nee, natuurlijk niet. Nee, nou ja, weet je, dat zal ongetwijfeld misbruik, machtsmisbruik is van alle tijden, zal ook van alle tijden zijn, vrees ik. Maar je moet er wel wat tegen, niet zeggen dat je het hoeft te accepteren met elkaar natuurlijk. Precies. Daar heb je gelijk in. Hey, zijn er misschien tot slot, zijn er specifieke plekken in Hengelo waarvan jij weet of denkt of hebt gehoord van nou, weet je, als we iets gaan doen in deze richting, moeten we toch wel naar deze plekken kijken. Nou ja, ik zou vooral kijken bij het uitgaan. Mm-hmm. Hè? Dus in de binnenstad, tijdens de stapavonden en vooral in de late uurtjes. Ja. Vlak ook de schoolpleinen niet uit. Nee. En dat dus. Snap ik. Ik zit er, je kunt hier eindeloos over praten hoor. Dat zou ik aan de ene kant heel graag willen. Misschien moet dat ook een keertje doen. Een special gewoon over dit thema. Maar wat ik me nog afvraag toch ook is. In die hele discussie gaat het heel vaak over de daders en over de slachtoffers. Ja. Maar rondom die daders en slachtoffers is natuurlijk een hele wereld van mensen die dingen zien, ruiken, proeven, meemaken. En die langs de kant staan en misschien te lang stil zijn. Ja, zeker. Is maakt dat onderdeel uit van het plan van aanpak? Is dat we proberen om iets te doen? Ja, wat mij betreft wel. Oké. Okay. Ja, wat mij betreft wel. Kijk, weet je, we wonen in Twente met elkaar, hè. En hier is het al heel gauw, weet je, we doen maar normaal, het is allemaal niet zo heel erg. En daarmee houden we het ook onder de pet. Dat blijft dus kleiner dan het zou moeten zijn, hoor ik je zeggen. Ja, exact. Ja. En we zijn er niet zo van om het allemaal van de daken te schreeuwen, maar dat betekent niet dat het er niet is. Wordt je motie aangenomen, Hanneke? Ik ga ervan uit van wel. Ja, ik vermoed het ook. Wie kan hier tegen zijn, kan ik me voorstellen. Nou, dat vind ik een mooie oproep. Dank je wel daarvoor. Hanneke Steenbestad, fractievoorzitter van het CDA in Hengelo. Dank je wel voor je toelichting en succes met die motie. Fijne dag. Oké, dag.